Hey Freek. Hey. Marion. Zijn we. Hoi. Ja, jij staat hier te lachen, maar het gaat om Freek vandaag. Zomerserie. Freek, wat gaan we nu doen? Goede knoflook kopen. Heb dat nodig? Ja, dat is voor het avondeten van vanavond. En dat het is hele goede knoflook hier. Lekker verse munt. Alsjeblieft. Dames en heren, lekker olijven. Alsjeblieft. Echt lekker olijven. Een bolletje knoflook graag. Bolletje knoflook. Eén? Doe er maar twee. Ja, twee. Goeie bier. Mag ik de gemengde notenmix? Ja, de ongebrande, ja. Alles of iets? Nee, dat was hem. 3,5. Nog even naar de supermarkt. Nog even naar de supermarkt. Dan zijn we klaar. Nou, we zaten te denken aan iets India's, met kip. Heel apart. Ja, maar wel lekker. Dit is het lijstje. Kalkoen, knoflook, dat hebben we net opgehaald bij de markt. Gember, poeder, kruidnagel, yoghurt, tomatenblokken, chilipepers, olijfolie. Vergeet de groenten niet. De spinazie, de courgette en de broccoli en de ui. Ja, ui, wortels. Wortels. Rozijn, amandelen. Kom je nou bekende tegen, Freek, van het Short Track? Ja. Oude huisgenootjes, hè? Maar wat valt jij op als jij Freek nu ziet hier in deze winkel met dat mandje? Nou, er zitten iets meer gezondere producten in dan 4 jaar terug. Hij wilde nog wel eens iets te zwaar beginnen aan het seizoen, maar dat is nu wel goed, geloof ik. En Marion, toen jij Freek leerde kennen, wat had hij toen waarvan jij dacht, oh, doe dat alsjeblieft niet. Toen waren we pas 14, toen was ik er zelf ook nog niet zo heel erg mee bezig hoor. We kennen elkaar al 11 jaar, ja. Maar we hebben nu 7 jaar een relatie. Dus, maar toen gingen we ook al een beetje met elkaar en gaat steeds van elkaar alweer opnieuw ontdekt. Hey, toen je 14, 15 was, dan had je frietjes en kroketten, of niet? Nou ja, toen had ik gewoon wel wat wat de pot schaf. Ik eet vooral nu 's middags warm. En 's ochtends ontbijt ik gewoon goed. 'S middags eet ik dan warm, dus ik verander eigenlijk mijn diner. Haal ik terug naar de middag. En 's avonds eet ik dan gewoon wat minder. Zodat ik nog overdag dus alles wat ik overdag eet gelijk verbrand. En heel erg mee bezig ben. En 's avonds eet ik gewoon wat minder. En daardoor wordt me gewoon gewicht steeds iets minder. Ja, je merkt heel veel. Je bent net wat soepeler, net wat bewegelijker. Maar ook vooral met Short Track komen er zoveel G-krachten op je lichaam in de bocht. Dat is 2,5 keer je lichaamsgewicht. Dus elke kilo die je verliest, die is 2,5 kilo minder. Komt er dus krachten op je lichaam. Nou, ik ben de afgelopen jaar bijna 3 tot tussen de 3 en de 5 kilo afgevallen. En vooral met het EK was dat het geval. En ja, dat zijn dan toch wel 10 kilo wat je minder hoeft weg te drukken. Victor Aan of Apollo Ono? Aan natuurlijk. Waarom? Ja, 7 keer wereldkampioen, is dat niet genoeg? Rij jij liever een 1000 of een 1500 meter? Doe maar een 1000. Wil je als eerste de bocht in of gewoon lekker achterin zitten op een 1000 meter? Oh, lekker achterin zitten. De laatste ronde hoef ik pas als eerste die bocht in. Zoetermeer of Heerenveen? Ik kom uit Zoetermeer, maar ik woon in Heerenveen. Wat zou jouw coach Jeroen Otter nog kunnen leren? Nog kunnen leren? Of weet hij alles al? Hij weet inderdaad alles. Waar heeft Jeroen geen kaas van gegeten? Van hoe hard wij nu rijden. Waar heb jij geen kaas van gegeten? Van kaas. Alleen op een kamer of met een ploeggenoot? Ja, met Niels natuurlijk. Anders kan ik niet. Nou, ziet er lekker uit. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Chef Kok. Chef Kok in. Leuk met Freek in huis. Is hij overigens niet leuk? Nou, hij is altijd wel leuk hoor. Maar behalve als hij vloekend naast me zit. Vloekend naast je zit? Ja, dan zitten we lekker tv te kijken, pakt hij zijn laptopje erbij en dan
Ja, dat weet je zelf ook wel. Kom maar op. Nou, dan zit hij mooi weer beelden te kijken wat hij dan die dag heeft gedaan. Of een relay, wat dan heel slecht is gegaan met z'n allen. En, nou, dan wil hij zeggen, nou, dat gaat toch niet goed, dat is toch niet goed gegaan. En nou, zo zit je altijd een beetje. Dat heb je niet eens door, denk ik. Dank je wel. Ja, een klein beetje. Heel klein beetje. Een klein beetje, niet te veel hoor. Denk jij nog regelmatig terug aan die prachtige dag en het prachtige weekend in Malmö? Ja, het was gewoon een prachtige dag. Die eerste paar dagen had ik een goed te pay in. Maar nee, ja, daar denk ik nog wel best wel vaak aan terug. Want het is toch de manier hoe ik wil rijden. En dat heb ik ook die World Cups en het WK ook nog gedaan. En met een WK-podium, dat was ook niet mis.